Ik ben Christa Koppens. Dus we hebben een dakoppervlakte van 150 vierkante meter. En het regenwater afkomstig daarvan gaat naar regenwaterputten van 15.000 liter. Waarvan we het regenwater hergebruiken voor onze toiletten, wasmachine en uiteraard ook om de plantjes in onze tuin water te geven. Het is een zeer eenvoudig deksel. Waarom? Dat kunnen we heel snel wegnemen. En gewoon met een vouwmeter kijken we dan hoe ver is onze regenwaterput gevuld. En als die al zeer hoog staat en vooral als er ook piekbuien verwacht worden of toch wel een regenperiode verwacht wordt, dan gaan we eigenlijk gewoon het water wegpompen, het zij naar onze vijver, het zij gewoon naar onze plantjes of zelfs gewoon in onze oprit in Dolomiet, om zo eigenlijk een buffer te creëren. We staan hier aan onze oprit. Dat is eigenlijk een zeer grote oppervlakte, omdat onze garage helemaal achteraan gelegen is. Dus daarom hebben we bewust gekozen om onze oprit in Dolomiet te voorzien, omdat dat een zeer goed doorlatend materiaal is en waardoor dat er geen afstroom is van onze oprit naar de straat en dus naar de openbare regulering toe. De maatregelen die we nemen op de regenwaterput na zijn eigenlijk echt niet duur. Vlaanderen is zo verhard, dus we moeten daar echt iets aan doen. En alle beetjes helpen. Als iedereen hier zijn steentje bijdraagt, dan kunnen we echt wel het verschil maken. Daar ben ik wel van overtuigd.